En ook in de Eredivisie heeft het een doelpuntje, eerste divisie. Ja, zeker. Gaat die komen dit jaar? Ik hoop het dit seizoen. Ik ben er gretig voor. Allereerst 1-1 tegen ADO. Het is weliswaar een oefenwedstrijd. En wat vond je ervan? Ging het goed voor jou persoonlijk? Ja, voor mij ging het wel lekker. Lange tijd rust van de corona. Het is wel lekker om lekker minuten weer te maken, om weer wedstrijden te spelen en weer goals te maken natuurlijk. Ja, nee, inderdaad. Heel veel voetballers hebben daarmee moeten leren leven. Hè? Dat het lang stil lag. Hoe ben jij eigenlijk die voetballoze maanden doorgekomen? Ben je ergens nog thuis gaan trainen? Of hoe ben je een beetje bezig gebleven met voetbal? Nee, ik ben gewoon 3 keer in de week mijn krachttraining gaan doen. En twee keer in de week gewoon veldtraining. Dus gewoon ritme. Gewoon blijven houden. Maar wedstrijdritme is natuurlijk wel wat anders. Ja, is het dan ook nog soms even wennen dat je toch nog even die automatismes erin terug moet krijgen? Ja, want de eerste wedstrijd was wel even wennen. Op zoek naar de goal was ik iets te gretig, maar nu komt het langzaam de hand, komt het wel goed. Ja, dat je toch een beetje je rust bewaart als spits, hè? Ja, zeker, dat moet wel. Ja, maar goed, het is natuurlijk ook een nieuw seizoen bij Feyenoord 1. Vorig jaar zat je vaak bij de selectie, ook een paar keer minuten mogen maken in de Eredivisie. Met wat voor verwachtingen ga je dit seizoen eigenlijk in? Want je hebt natuurlijk wel met Jurgens en Bojanic twee ervaren jongens voor je. Wat zijn eigenlijk je verwachtingen voor het aankomende jaar? Nee, klopt. Ik wil gewoon mijn voeten laten spreken en dan goals maken en dan komt alles wel vanzelf. Ja, maar hoe is het sowieso? Vraag me dan met Jurgens en Bojanic. Kijk je ook een beetje naar hun, een beetje af, zeg maar, omdat zij net iets ouder zijn, misschien iets verder in hun ontwikkeling. Dat je een beetje bij hun kijkt wat zij doen en daar proberen te leren. Natuurlijk kijk ik wel op de tv, kijk naar wat ze doen, hoe ze scoren. Maar meestal probeer ik op mezelf te focussen en nogmaals mijn voeten laten spreken. Dat komt alles wel goed. Precies. Ja, als je dan naar jezelf kijkt, hè, nou, je hebt natuurlijk al bij de selectie een paar keer gezeten, dus je bent blijkbaar heel goed bezig. Ja. Wat zijn nou echt wat aspecten waar je echt de komende tijd aan wil werken? Je bent natuurlijk pas 18, hè, je kan nog groeien in bepaalde dingen. Wat is nou echt iets waarvan je zegt, daar wil ik echt graag in groeien? Daar moet ik misschien stap in maken om echt die spits van Feyenoord 1 te worden. Nee, ik denk gewoon echt een goede spits te worden, om echt sterk aan de bal. Daar ben ik nu mee bezig met krachttraining en dan met scoren. En, dat komt wel alles goed, dat heb ik wel. Ja, maar dat is natuurlijk ook de leeftijd natuurlijk. Het is ook niet zo gek dat je dan misschien fysiek nog wat nee, maar ik kijk altijd negatief naar mezelf. Ik wil altijd beter in alles worden. Ja, maar goed, sowieso vandaag. Je maakt een goaltje, dus wat dat betreft, dat zit wel goed op. Nee, kan altijd beter, hè. Ja, precies. Dan nu, je zit al vandaag bij de onder 21. Ja. Een team dat sowieso wat belangrijker gaat worden, hè. Wat echt de voetbalpyramide in moet gaan. Hoe zie jij dat voor je? Als je dus met de belofte mee moet spelen en het gaat ergens om, denk je dat iets goeds is? Dat er een soort druk op staat bij die jongens? Ja, tuurlijk. Druk is altijd goed. Vooral bij deze team. Het eerste doel is gewoon van ons kampioen worden en in de picture spelen. Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel, hè? Om uiteindelijk dan weer daar uit te gaan spelen. Want heb je daar voor jezelf doelen ingesteld? Van ik wil, als ik 21 ben, dan wil ik daar echt staan? Of heb je dat niet echt zo voor jezelf samengesteld? Nee, ik stel gewoon doelen per seizoen. Gewoon voor dit seizoen zoveel goals maken, zo belangrijk zijn voor het team. En dan komt alles vanzelf wel. Ja, op hoeveel doelpunten staat het doel voor dit seizoen? Dit seizoen minimaal 15 doelpunten. Oké, en ook in de Eredivisie heeft het een doelpuntje, eerste divisie. Ja, zeker. Gaat die komen dit jaar? Ik hoop het dit seizoen. Ik ben er gretig voor. We gaan het zien. Dankjewel, Nauvo. Alsjeblieft.